Niet wegkijken, maar aanpakken. Als we de grote geld zijn gang laten gaan, wordt Amsterdam onbetaalbaar om in te wonen. Daarom hebben we de afgelopen jaren duizenden woningen in aanbouw genomen. Zoals hier op het Zeeburgereiland. Het kabinet gaf het grote geld vrij spel. Daardoor explodeerden de prijzen. Wij grepen in. Vanaf nu bepalen de Amsterdammers wat voor woningen er gebouwd worden. En we gaan door. De komende jaren bouwen we nog eens 40.000 betaalbare woningen extra. Waarvan de helft sociale huurwoningen. Maar ook de bestaande woningen koesteren we. Voor het eerst in tientallen jaren zet Amsterdam in op meer sociale huurwoningen in plaats van minder. En zo houden we Amsterdam betaalbaar en toegankelijk voor iedereen.